Ik vind het altijd lekker hoor. Zonlicht op onze vlaggen, hé. Prachtig. Ja. En dan wappert dat lekker. Ja, wat een mooie dag. Je bent heel wat goed een mooie dag. Heel we gaan lekker inspiratie opdoen bij de musea in Achterhoek en Liemers. In de categorie beter goed gejat dan slecht bedacht. Toch? Hier hebben wij voor het eerst Gelders Museum besproken. Ja, dat was met Turmak Cultuurfabriek. Lang geleden. En nu heb je hier het Liemers Museum. Ja, gaan we eens kijken. Het ziet er mooi uit. Het is wel echt mooi. God, hier slaap ik niet van mijn hassen. Zouden ze lekker warm zijn binnen? Dat is ook wel prettig. Na onze tentoonstelling in Harderwijk is iedereen er eindelijk van doordrongen. Zelfs de politici van de provincie Gelderland zijn overtuigd. Het gaat er eindelijk komen. Een Gelders museum! Een plek waar iedereen onze prachtige geschiedenis kan beleven. Dat ons gemeenschappelijke Gelderse verhaal vertelt. En dat de Veluwe, de Achterhoek en het Rivierenland met elkaar verbindt. Maar wat is er nog meer voor nodig om ons trotse Gelderlanders te laten voelen? Wat moeten we doen om de Gelderse identiteit verder te versterken? Dat gaan we onderzoeken. Het is nu tijd om al onze Gelderse dromen waar te maken. Dit is het moment. We mogen geen tijd meer verliezen. Nee, we hebben al lang veel te veel getreuzeld. Dus op naar het provinciehuis. Alles voor Gelre! Het is mooi geworden, hè? Het is prachtig. Het is gewoon een bestaand gebouw, hè? Een sigarettenfabriek. Nee, dat waar nu van alles in zit. Het archief. Romeintje. En het Liemers Museum. Hier moeten we er binnen. Liemers Museum. Tada! Hey, Karin. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Ja, ja. Ha. Hi. Ha, goedemorgen. Het is mooi geworden, hè, het Liemers Museum. Welkom in het Liemers Museum. En ik zie er ook van alles meteen bewegen. Ja. Ja. Over de kaart van de Liemers. Geloof me, hebben jullie een werk voor je. Trotse regio in het verhaal van Gelderland. Dit is eigenlijk zeg maar, bijna het eerste wat het publiek ziet als ze binnenkomen. Bootje. En dan krijg je volgens mij een prachtig zicht over wat de Liemers nu is. Dus ja. Tussen de rivieren, de Duitse grens. Nou, het bootje. Bootje wat het water voorstelt. Goed idee, waar beginnen met een kaart. Beginnen met een kaart. Altijd goed. Dus dat is een beetje overzicht in de Romeinen. Je maakt hier echt een tijdreis door de geschiedenis van de Liemers. Ja, nou ja, dit is even zeg maar nu voor heel speciaal. Dat heeft nog steeds met opgravingen. Nee, niet voor jullie. Ja, sorry. Met de opgraving bij Herwe Hemeling te maken. Mm-hmm. Ja, de opgraving van de eeuw bijna. Nou, het grote ook Romeinse heiligdom. Precies, ja. En wij zijn dan ook heel trots dat we hier ook al hele bijzondere stukken mogen laten zien. Dit is een aardig kaakje. Ja, prehistorie, jagers, verzamelaars, eerste boeren. Zo'n jongen. Dan de Romeinen. Zou jouw familie er al rondgelopen hebben? Hebben jullie er lang over nagedacht, over hoe je die tijdreis maakt door de geschiedenis van de Liemers? Nou ja, het is zoveel wat je wil vertellen, hè? Ja, het is zoveel. Het is precies, veel, dat is het probleem veel, altijd. Het is heel veel. Heel veel. Nou, dat is wel een hele goeie. Want we hebben natuurlijk mensen die inhoudelijk bezig zijn geweest. En mijn rol was niet altijd even leuk. Nee, dat ik dan op een gegeven moment moest zeggen, hoe belangrijk is dit? Mm-hmm. Nou. En dan krijg je een hele verhandeling en ik zie het nog steeds niet. Heb je weinig vrienden over? Kan het korter? Over? Ja, het werd wel heftig. Kerst alleen. Ja. Ja. Ik zie daar iets, dat is heel belangrijk, daar moesten we natuurlijk in. Hier de macht van Gelre. Kleef en Berg. Dat is natuurlijk waar we het grensregio hier in de Liemers een beetje over gaat. Dat heb je alweer gezien. Dat is mooi, hè? Het Liemers Museum. Prachtig. En dan heb je ook nog heel veel geschiedenis gewoon in het straatbeeld van de Liemers. Waar? Ken jij de grafsteen van Marcus Maldius? Veel over gehoord. Er zat een kopie van, op de dijk bij Herwe. Zo'n mooie plek. Dit is mooi hoor. Dit is de grafsteen van Marcus Maldius. Een Romeins legioensoldaat die hier gelegerd was. En je ziet zijn naam ook, hè? M. Maldius. Zo mooi dat je een Romein van 2000 jaar geleden bij naam kent. Het is echt heel bijzonder. Deze grafsteen is een replica, maar het origineel is gevonden in de Bieland. De recreatieplas bij de aanleg in 1938.
Deze grafsteen, het origineel, dateert uit de eerste eeuw na Christus. Eigenlijk vlak na het begin van de jaartelling. Het is dus echt een exemplaar van 2000 jaar oud. Tenminste het originele, dat bewaard wordt trouwens in de collectie van Museum het Valkhof. In die tijd ontstond de limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die liep helemaal van Noord-Engeland, zo langs de Rijn naar Midden-Duitsland en langs de Donau naar de Zwarte Zee. Die noordgrens van het Romeinse Rijk moest natuurlijk wel bewaakt worden. En daarom stonden ook hier langs de Rijn allemaal wachttorens en waterwerken, legerkampen en zelfs heiligdommen. Dus we hadden hier aan de dijk al een heel groot fort. We hebben dus die dam. En daar komt in 2022 nog een vondst bij. Namelijk een compleet Romeins heiligdom. Hier gevonden, ongeveer 100 na Christus aangelegd, 150 jaar lang in gebruik geweest, uniek aan de Romeinse noordgrens. Archeologen hebben hier van alles gevonden. Dakpannen, sieraden, munten, fibula, dat zijn van die mantelspelden, fragmenten van muren. Het is een vondst van een internationale allure, uniek in Nederland, eigenlijk ook in Europa, een Romeins heiligdom langs de Rijn. Wat had ik het graag op deze plek gezien. Onze zoektocht naar inspiratie voor het Gelders Museum in Zutphen voert naar Groenlo. Zo. Dit is ook een mooi museum. Ja, Stadsmuseum in Groenlo. Maar het wordt alleen maar mooier hier. Het wordt alleen maar mooier. Kijk, ons dat op de Hollanders gericht. Op de Hollanders gericht. Precies goed. Kijk, 80 jaar oorlog. Precies goed. En dan het echte verhaal van de 80 jaar. Even inspiratie op. Zo. René, dat is toch Grollen? Ja, in de circumvallatielinie in de 80-jarige oorlog. Ja. 1627. Ik vind het wel een beetje verouderd hier, het Stadsmuseum, Daphne. Ja, het is goed dat je er meteen bij bent. Dat je toch erbij komt. Zeg ik, dan beledig ik je enorm, als ik dat zeg? Nee, helemaal niet. Nee. Het was niet persoonlijk. Nee, het is niet persoonlijk, maar we weten wel dat het enigszins gedateerd is. Maar dat is ook niet zonder reden natuurlijk. Oh. Nou, we gaan een nieuw museum maken. Jullie ook al? Ja, jij ook. Wacht even. En dan wat dan? We gaan een Nationaal Museum 80-jarige oorlog maken. Nationaal Museum 80-jarige oorlog. Waar komt het museum, het nieuwe museum? Hier? Hier vlakbij, in de oude Klexuskerk. In de kerk die daar staat. Die toen al het leed heeft gezien gebeuren. Die de 80-jarige oorlog heeft meegemaakt, ja, absoluut. Dan nemen we de zijdeur. Ja, dat is wel een mooi poortje. Mooi poortje. Dit wordt niet de entree van het museum, denk ik, toch? Dus hier moet het gebeuren. Oeh. Het is al volop in ontwikkeling. Zeker hier. Dus eigenlijk... Nationaal Museum, 80-jarige oorlog. Neem mij eens even mee. Ja. Als ik mijn oogjes dicht doe, wat moet ik dan over een jaar of twee, drie, weet ik veel? Nou, het liefst over een jaar al. Over een jaar al? Ja. Even naar de inhoud. De inhoud. 80-jarige oorlog. Het is een beetje ook een paradepaardje van ons verhaal. Hè? Dat is belangrijk. Het is duidelijk twee kanten, misschien wel drie. Hoe ga ik dat hier zien? Als je een nationaal museum wordt. Maar we hebben natuurlijk heel lang nagedacht over hoe krijg je 80 jaar oorlog in één zo'n ruimte bij elkaar. Dat mensen het ook gaan begrijpen. Want je moet niet heel veel doen, want dan gaan mensen weg en denken dan van nou, dit gaat me boven mijn pet. Dus we maken eerst een stukje over de Europese context, hoe is het gekomen. Ja. Dan een stukje nationale context. En daarna gaan we aan de hand van een aantal thema's. Oorlog binnen de stad, oorlog buiten de stad. Een stukje over de Gouden Eeuw, over archeologie. Welke Gouden Eeuw? Die van ons of van die Hollanders? Nou, van de Hollanders. Hè. Hadden wij hier Gouden Eeuw dan? Ja, toen niet in de 17e eeuw. Dankzij deze oorlog niet meer. Dus je krijgt het verhaal uit verschillende hoeken en perspectieven te zien. Het echte verhaal van de 80-jarige oorlog wordt eindelijk een keer verteld. En hier bij ons natuurlijk, in Gelre. Ja. En stukken, want dit is nu nog een lege hal, een lege zaal, een lege kerkzaal. Hoe kom je aan museumstukken? Daar zitten wij ook mee in Zutphen, in het Gelders Museum. Maar we hebben ook al zelf één collectiestuk aangekocht, waar we heel trots op zijn. Het topstuk zit hierin. In deze doos. Ja. Nou, onthul het maar, Godfried. Ja, joh, handschoentjes aan. Bovenop, hè. Kijk aan. Het komt vers uit Heerlen. Hij is net gerestaureerd. Heerlen. Geconsolideerd, ja. Daar zit het bedrijf wat dat doet met bodemfondsen. Oh, helm. Kijk dan. Een originele helm uit de 80-jarige oorlog.
Een klassieke morion is dit. Een morion? Ja. Een kogelgat erin? Ja joh, hij is... Hartstikke dood. Dat je bedenkt dat hij meer dan 400 jaar in de grond heeft gezeten, ziet hij er fantastisch uit. Is het dan Staats of Spaans, als we toch een beetje... Het is een van ontwerp is het een Italiaanse helm. Oh. En waarschijnlijk is deze in Duitsland gemaakt. En hij werd door Spanjaarden gedragen, hij werd door Hollanders gedragen, door Staatse troepen. Want het was eigenlijk de helm uit de tweede helft van de 16e. En hadden ze dan dit zo koud op de kop? Nee. Je kunt zien, er zitten nog textielresten hier aan de rand. Waarin een binnenhelm gezeten heeft. En hoe kom je nou zo'n topstuk? Dit is via een veiling. Maar jij bent, zeg maar, je hebt best wel een klap van de molen gehad qua 80 jaar. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Wat voor, is dit dan voor jou ook een historische sensatie? Ja, ik vind dit in handen hebben, vind ik... Ook met archeologie, hè? Als je een kanonskogel vindt of een musketkogel, dan ben jij de volgende in de lijn met degene die deze helm op zijn hoofd heeft gehad. Ik vind het echt zo mooi dit. Miljoenen is heel Gelders, gebouwd door onze... Hertog Karel van Gelder. Ja, en die heeft het ook wel ingewijd meerdere malen. Hè? Maar hoe Gelders is Velp verder? Ja, nou, als gaan op onderzoek. Alle bastards van Karel hier wonen, dan zullen dat moeten lukken. Ik heb een prima plek voor ons onderzoek, hoe Gelders is Velp. Dat lijkt me heel goed. De Gelderse wijk. Gelderse wijk. Ja, de Karel van Gelderstraat. Ik vraag de mensen dat weten. Goeiedag. Hertog Arnoudstraat. Maarten van Rossum is er ook nog. Nee, ik moet ook wat doen. Nee, we gaan hier niet meer weg. Nee. We gaan hier niet meer weg. Graaf Otto. Graaf Otto. Nou, dat is echt fantastisch. We zijn van noteren hoe Gelders Velp is. En dit begin vond ik lekker. Dit vond ik echt een lekker begin. Pluspunt. Hier staat Hertog Arnoud en de Maria van Gelre en Karel allemaal in. En dan kunnen jullie samen een beetje... Kunt u samen kijken, toch? Smakelijke voortzetting. Nee, dit is toch ongelooflijk lekker. Het is een heerlijk begin. Hertog Arnoud. Ik krijg meteen een soort lentekriebels, zullen we niet weten. Ekenstraat, plusje. Daar is die dan, de grote held. De Maarten van Rossumstraat. Ja. Dat is hem, hè? Graaf Gerard. Graaf Gerard. Heeft er ook een straatje, Velp? Dit is een graf in Wassenberg. Gerard de Lange. Nou, hier zit hij nog op zijn paard. En daar ligt hij in zijn graf. Hartstikke geld. Uiteindelijk, ja. De Mauritsstraat. De Mauritsstraat. Van prins Maurits. Ik denk dat de grote puntje... vijand van Gelre. Die moeten we wel eventjes een puntje af. Ja, dat is een minpunt in Velp. Maar verder, prachtig. Dag. Goeiedag, mevrouw. We willen u even feliciteren. Ja. U heeft namelijk gewonnen de vlag van Gelderland. Van Karel van Gelder. Dames. Zullen we even ophangen voor u? Ja. Want u hoort hier wel aan deze vlag gebast, hè? René, de mensen de Karel van Gelderstraat binnen zien ze meteen de vlag van Karel van Gelder. Dat is toch prachtig? Dat is toch mooi? Gaan we even doen. Dat mag dat we dit soort dagen. Ja. Maar er komt een beetje wind in. Ja. Hoppatee. Goed. Ja, is goed. Wat een prachtig beeld dit. Wat een dag, René. Wat een dag. Wat een succes in Velp. Prachtig, niet te geloven. Alleen maar plusjes en één minuutje. Alleen maar plusjes en één minuutje. Maurits. Ja. En René, ben je nou een beetje Gelders of niet? Ik ben hartstikke Gelders, want mijn opa, dat weten we, Johannes Gerardus Arendsen, geboren in Doetinchem in 1914. Oh ja. Uit het stamboomonderzoek blijkt dat zijn vader ook in Doetinchem is geboren, Johannes Gerardus Arendsen. Originele naam. En... We zijn nu bij mijn bedovergrootvader uitgekomen, Gerardus Johannes Arendsen. Ook geboren in Doetinchem en getrouwd in 1864 in Doesburg. Ja. En over dat huwelijk wil ik vandaag meer te weten komen. Dus ik ga naar het op en top Gelderse, het prachtige Doesburg. En wel eens opa van Lelystad. Doesburg is al heel lang één van mijn favoriete steden in Gelre. Wat leuk om hier met mijn vader rond te lopen. Zou ik altijd al hebben gevoeld dat mijn voorouders hier ook hun voetstappen hebben? Mijn bedovergrootouders trouwden op 19 november 1864 in het middeleeuwse stadhuis van Doesburg. En laat mijn collega en goede vriendin Sylvia Willems daar nou net buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn. Sylvia. Welkom. Wat leuk om je hier te zien. Hi. Hoi. Dit is mijn vader. Jullie hebben elkaar wel eens ontmoet, toch? Verjaardag. Hallo. Hoe is het? Ja, prima. Spannend.
ben hier zo vaak geweest in het stadhuis van Doesburg. Het, nou, misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland. Misschien? Nou, zeker het mooiste stadhuis van Nederland. En dan zijn we, ja, mijn bedovergrootouders hier gewoon getrouwd. Dan kom je erachter. Ja. Het is toch... Ja, het is heel bijzonder. Het is heel bijzonder. Ja, dat zijn dan uw overgrootouders. Juist. Ja. Nou ja, sterker nog, pap. Ik denk dat u vernoemd bent naar de opa van uw opa. Want daar hebben we het over, hè? Ja, ja. Gerhardus Johannes Arendsen. Ja. Gert-Jan, ja. En dan hier getrouwd met een Doesburgse. Ja. Wauw. Waar gebeurde het precies, het huwelijk? Ik was er niet bij, maar waar we het nu doen, kan ik wel laten zien. Neemt u Gerhardus Johannes Arendsen tot uw wettige echtgenote... Johanna Wilhelmina Saul, en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Neemt u tot uw wettige echtgenoot Gerhardus Johannes Arendsen en belooft ook u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Ja, toch mooi om dat hier te doen, hè? Zo, het huwelijk van... Prachtig. Ja. Het is echt heel mooi. Dat ze... Zij hebben hier ook gezeten. Dus ze hebben dit geweldig. Ook gezien. Ze hebben dit gezien. Zelfs het decor, deze haard, de raampartijen. Prachtig, geweldig. Fantastische plek om, om te trouwen. Het huwelijk van mijn bedovergrootvader heeft me altijd geïntrigeerd. Johannes Steeman. Geboren in 1841, trouwde in 1872 met Petronella Cantalupi. Een vrouw met een Italiaanse achternaam. Wie was zij? En hoe, in hemelsnaam, heeft mijn bedovergrootvader haar leren kennen? Lekker. Hé, hey. Dankjewel. Wat me opvalt, het gaat allemaal lekker. Steeman. Maar ineens zie ik hier Petronella Cantalupi. Dat klinkt niet echt Apeldoorns. Nee, Italiaans, hè. En hoe komt hij dan in die... Hoe komt nou zo'n, gewoon even bot gezegd... vermoedelijk een boerenpummel aan een Italiaanse vrouw? Daar moet je Napoleon de schuld van geven. De naam Cantalupi komt voor in Noord-Italië, in het plaatsje D'Annunzio aan het Lago Maggiore. En een aantal broers van die Cantalupi die zijn in het leger van Napoleon meegegaan, of als geweermaker of als soldaat. De oorlog die wordt door Napoleon verloren en op dat moment zitten ze in Amsterdam. En daar is een Cantalupi blijven hangen. In Amsterdam? In Amsterdam. Getrouwd, kinderen. En die kinderen die worden wees en zijn toen in een opvang in Zuiderwiek. Zuiderwiek? Net bij Winterswijk de grens over. De Dinxperlo dan nog niet? Ja, daar in die buurt. Nou, en toen ze 18 werden, mochten ze op eigen benen gaan staan. Dus zeg maar, mijn Veluws bloed, mijn Gelders bloed, zit een drupje Italiaans in? Ja. Ja. Deze spreekt nog vloeiend Italiaans. Ja, kom eens alleen molto bene, grazie tante mia, dat ik aan de betreurde papier doe. Dat precies, dat bedoel ik. Ja, dat klinkt heel overtuigend. Maar ik zat, volgens mij heb ik dan een foto van haar, als zij dat is. Want in het trouwboekje van, dan kan ik wel zeggen, heb ik gejat. Dat heb ik helemaal niet gejat, heb je hem ooit gegeven. Oh. Maar daar heb ik nooit echt in gekeken natuurlijk, behalve nu. Daar zit een foto in. Oh ja, ja. En dit is er dan, maar Petronella. Ja. Maar die Johannes Steeman, dat was gewoon waarschijnlijk weer een jongen of een man uit deze kontrijen. Ja. Dan ben ik benieuwd waar ze elkaar zijn tegengekomen. Schatkamer van Doesburg. Onder andere. Hier ligt de hele geschiedenis opgeslagen. Spannend hoor. Dit is het gedeelte van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Uh-huh. En wij hebben dan van de huwelijksregister, die wil je er graag inzien. Ja. 1837 en 1864 nodig. Uh-huh. Neem deze doos mee.
deze roos. Dan gaan we naar de stuurzaal, gaan we eens daar bekijken. Dit is dus de huwelijksakte, hè? De huwelijksakte van Gerardus Johannes Arendsen en Johanna Wilhelmina Zal. Kijken, stadhuis Doesburg. En de ambtenaar was de wethouder. Ja. Dus dit is de huwelijksakte. Staan er handtekeningen er ook? Ja, ze staan op de andere zijde. En je kunt dus zien dat ze konden schrijven. Ja. Want als iemand geen handtekening kan zetten, dan staat ook in de tekst erbij dat men het lezen en schrijven niet machtig was. Je hebt hier nog meer. Ja. Alex, wat is dit? Dan gaan we een stapje verder. We gaan verder terug in de tijd. Ja, we gaan verder terug in de tijd. Dit is 1837. Dit is de huwelijksakte van Christian Sol. De vader van de bruid. Ja, met Gerarda Bos. Mm-hmm. Even kijken, dit is mijn bedovergrootvader, hè? Christian Sol. Ja, hier is de ambtenaar van de burgerstand is nu de burgemeester. Ja. Mm-hmm. Andries Tengbergen. En wanneer zijn ze getrouwd? En dat is 23 juni 1837. En hier staat Christian Sol, jongeman, gepasporteerd militair. Oh. Dat wil dus zeggen dat hij is in militaire dienst geweest, is daar eervol ontslagen. En dan ben je gepasporteerd militair. 28 jaar oud, geboren te Rotenburg. Rotenburg? En dat ligt in Duitsland, als je het goed hebt, in Hessen. Ah. Dus geen Gelderland. Nee, zeker geen Gelderland. Hoe gaat u verder? Pakken we hier een bevolkingsregister van Doezer. En dan staat hier Christian Sol, huis nummer 531B. En dan staan hier de vrouwen, Gerarda Bos. En nu is hij kleermaker. Hij is dus geen militair meer. Uh-huh. Maar nu staat hij als kleermaker. Dit huisnummer, 531B, dat heb ik even opgezocht via onze huisnummerconcordantie. En dat huis daar staat er nog. Dat is Waterstraat nummer 30. Oh ja? Daar hebben ze gewoond? Daar hebben ze gewoond. Ja. En ik ben echt benieuwd wat die Christian Saul nou hier is gaan doen in Doesburg. Hoe die hier terecht kwam. Ja. Dat moeten we ook nog even uitzoeken. Hier is het. Het huis waar mijn verre voorvader Christian Saul woonde, is er dus nog. Dit moet het zijn, uit de 19e eeuw. Maar Christian Saul kwam dus uit Duitsland, Rotenburg, hier in Doesburg. Hoe kwam hij terecht in Doesburg? Wat is zijn verhaal? Dat zoeken we de volgende week uit. Goed hoor. Weet je wat mijn natte droom is? Ik weet alles van jou, dus nou, ik weet... Nou, ja, ja. Ik wil jij wil... Jij wil heel graag naar het Gelders Museum, met alle een... schoolklassen, met een mooie bus. Met een geelblauwe bus. Ik weet precies waar we moeten zijn om dat te organiseren. Moet ik toch kunnen slagen? Ik denk het wel. Mooi vervoer voor ons. Het is toch helemaal... Dat ziet er wel leuk uit allemaal, hè? Dat is echt voor alles. Dat kan je ook. En ik kan overal zitten. In een telefoon, die zou hij nog doen. Ik denk het wel. Hey, René. Ben je er pas? Koffie is al klaar. Oh, hier kijken. Wat een mooie bus. De Gelderse tramwegen. Oh, kijk, dit is toch wel echt iets wat ik bedoel, René. De bushalte van de Gelderse tramwegen. Dat moet toch ook, wij moeten toch bij het museum ook een eigen bushalte? Hè, dat is Gelders goed idee. Museum. Ja. Maar ook een bus, hè? Dan moeten we ook een zoeken. Bus. Oh, kijk eens. Het wordt geen bus. Het wordt een trein. Ja, dit is geweldig. Kunnen we erin? We kunnen gewoon gaan rijden, René. Ga je daarin? Ja, dit is toch helemaal... Oh. En dan moet je je voorstellen, René. Dan rijden we gewoon zo over het spoor naar Zutphen. Ja. Vanuit alle hoeken van Gelder. Nou, dat kan mooi vanuit Winterswijk. Vanuit Winterswijk, maar we kunnen ook gewoon even wat mensen ophalen. Kinderen ophalen. Ja, Ruurlo voor de liefde. Heren. De conducteur. Goedemiddag. Oh, nee. We hebben geen kaartje, dus... Wat kan ik voor u doen? Nou, we willen eigenlijk de trein. En we zoeken een bus voor het Gelders Museum. Met een bus? Trein ja, het vervoer. Vervoer. Het leerlingenvervoer. Want... Oké. Met alle hoeken van het Gelder, van het Hertogdom, moeten de kinderen natuurlijk naar Zutphen. Nou, volgens mij kunnen wij wel iets voor jullie betekenen. Aan het juiste adres hier. Ja. Kunnen we deze al een stikkertje op plakken van meenemen? Of? Kunnen we over praten. Ja. Maar bussen heeft u ook, hè? Bussen hebben we ook. Zullen we daar even naar kijken? Bussen. Dat is een goed idee. Gaan we die kant op? Ja. Jo, dit is echt een hele oude René. Ja. Dit is echt hier het Laurel and Hardy auto, maar dan in busformaat. Zo is het. T-Fort. T-Fort uit 1923. Die heeft echt rondgereden in de Achterhoek. Die heeft echt rondgereden in de Achterhoek. Overigens doet hij dat nog steeds. Ja? Ja, hij is rijvaardig en wordt verhuurd. Hij is net te klein. Hij is een beetje klein. Hij is een beetje klein. Ja. De oudste bus die we hebben? Ja.
prachtig. Kan je nou rijden? Oh, Gelderse tramwegen. Ik word hier heel erg. Echt één. Oh, ik word hier, hoe zeg ik dat, opgewonden van, maar dan op een nostalgische manier. Geef eens gas met het. Oh, dit weet ik ook nog. Wat een enorm stuur. Dit is toch prachtig, René? Ja, dat lijkt me mooi. Kunnen wij hier zelf weer rijden? Is dit een geschikte bus voor? Heb je een rijbewijs daarvoor, René? Nee. Maar dat is wel noodzakelijk. Oh, oké. Maar dat is een detail. Dat is de ritsel. Maar dit is wel de bus met de juiste uitstraling. Ja. Dit is toch, hier gaat toch lekker zingen. We gaan nog niet naar huis. Nog lang niet. Deze bus rijdt toch? Deze bus is min of meer rijvaardig. Ja, we zijn nu even wat met onderhoud bezig. Maar deze is prima bruikbaar. En hoe oud is die? Deze komt uit 1966. Oh, dat heb je al meegemaakt. Hoe lang heeft deze gereden in de Achterhoek? Tot 1981, als ik het goed heb. Dan heb ik hem wel gezien. Zeker nog. Ja, dat zou kunnen. En hij is oorspronkelijk gebouwd als een touringcar. Dus daar gingen de mensen in de zomer mee op vakantie. Naar Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Dus het is een hele luxe bus. Hele luxe, hele mooie stoelen. Ja, zeker. Nou, ik vind dat deze echt heel erg mooi bij jullie past. Echt, René, ik kan het wel zeggen tegen jullie. Ik word hier wel lichtelijk een beetje geprikkeld van. Ja. Dit rijdt echt nog. Als je rijbewijs hebt, dan kunnen we alleen er één ding wat we dan wel moeten vervangen. Ik zag hier bovenop een klein vlaggetje van bepaalde kleurtjes. Dat niet zien, maar je zag het ook. Ik zag het ook. Ja. Dan gaan we een klein vlaggetje met de leeuwtjes in het wapen. Zoals achterop ook staat. Achterop. Heb je dat gezien? Ja, prachtig. Het wapen van Gelre staat al op de bus. Behalve het vlaggetje hoeven we niets eraan te vervangen. Het is voor jullie gebouwd, als het ware. Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon een beetje gastenbier en gewoon. Nou, daar zijn wij van Transit Oost natuurlijk van harte mee eens. Huppatee. Ja. Goedemiddag, ik zie dat de bus naar Zutphen, naar het Gelders Museum al klaar staat. Volgens mij staat de Zutphen voorop, dus het is helemaal goed. Ah, dit is hem hoor, onze Gelders Museum schoolbus. Ja, dat is het. Gelre! Weet je, ik ga dromen van de bus. Dan ga ik dromen van de trein. En dan gaan we samen de heel Gelderland. En uiteindelijk naar het Gelders Museum zitten. Toet, toet. Oké, en ook langs bejaardenhuis, hè? Ja, ook. Want die is ook leuk, dacht je. Ook. Eerst naar school.